Veilige voornemens, duizenden autobanden en genieten in de Rottertram. Dit is het Lekker Veilig Journaal. We zijn vanaf het begin trotse beveiligingspartner van de Rottertram. En ook in 2020 gaan we hier weer mee door. Onlangs genoten we met mensen uit ons netwerk van een heerlijk rijdend diner. Het gaat goed met de Rottertram. We hebben het druk, dus klaar voor 2020. Komend jaar willen we sowieso toch nog de bezetting net iets omhoog. Meer samenwerking met regionale partijen. Veel meer inhaken op de evenementen. En natuurlijk, waar iedereen mee bezig is, het Songfestival. En iedereen een hele leuke en ook toch wel veilige avond uitbieden. Voor mij en voor de Rottertram is veiligheid heel belangrijk omdat het ons zorgt. Omdat het ervoor zorgt dat wij een bepaalde kwaliteit kunnen bieden. En ons geen zorgen hoeven te maken dat als er iets gebeurt. Of om wat voor reden dan ook we een keertje te maken hebben met onveilige situatie. Dat wij dat hebben gecoverd en dat we dat ook goed kunnen oplossen voor iedereen. Geen december zonder goede voornemens voor het nieuwe jaar. Veilige voornemens voor ondernemers. Haal zo nu en dan een doekje over de camera's voor altijd goed beeld. Verander regelmatig je wachtwoord en straattoekomst. Zorg ervoor dat iedereen binnen het bedrijf weet waar de AED hangt. Kies eens een andere alarmcode. Beveiliging op de zaak is belangrijk, maar vergeet het thuis niet. Wat zijn jouw veilige voornemens? Stuur ze in met een filmpje en wie weet zie jij jezelf terug in het Lekker Veilig Journaal. Duizenden autobanden in één ruimte bij elkaar. Voor Notenboom heel gewoon, maar hoe beveilig je dit allemaal? Ik ben Maurice Notenboom, ik werk bij Notenboom en ik werk met een veilig gevoel. Wat maakt de samenwerking met een veilig gevoel voor jou zo prettig? Prettig is eigenlijk de duidelijkheid van het traject van offerte tot aan montage, tot aan opvolging, zeg maar. Alles bij één partij, alles in één hand en alles super duidelijk gecommuniceerd. Wil je de hele vlog zien? Kijk dan op onze socials. Wie is dit en wat doet hij bij een veilig gevoel? Je ziet het in de verhoorkamer. Mijn naam is Robert van der Kreken, ik ben 30 jaar oud, oorspronkelijk geboren in Rotterdam, maar momenteel woonachtig in Bleiswijk. Ik zit momenteel op een sportfunctie. Ik mag graag op de racefiets zitten en daarnaast ga ik graag naar de sportschool. Ik ben gek op sushi. Genieten van alles alle momenten die op je pad komen en daar ook proberen wat van te leren. Kunnen gaan en staan waar je wil zonder achterom te hoeven kijken. Ons voornemen is dat jij je in 2020 overal veilig voelt. En daar hebben we een mooie actie voor. Wanneer je een abonnement afneemt bij ons op veiligheid of je huidige contract openbreekt en verlengt, dan krijg je voor maar €19,95 per maand alarm thuis. Hele fijne en veilige jaren, dagen. Wat hilarisch. Hele fijne en veilige dagen. En tot volgende maand, één jaar.